In één keer. Nou, klinkt wel goed eigenlijk, hè? Kunnen jullie mij allemaal verstaan? Nee. Nou, dat hoop je niet. En thuis kunnen jullie me dan misschien ook wel verstaan? Nee. Ja, hè? Jawel, jawel. Kennen ze wel. Dag thuis allemaal. Er zit een klein beetje een echootje in, hè? Vind je niet erg? Kijk nog even naar de techniek. Misschien dat het knopje met echo aanstaat. Hé. Hey. Ja, we moeten een beetje kijken. Er kan nog veel meer bij hier. Of zo'n beetje aanschuiven. Hier gaat het plaatsvinden. Als je dit kan zien, dan zit je goed. Hé, hey, Nanne. Nou, wat een gezellige verzameling. Iedereen heeft zelf ook poppen meegenomen. En is dat, kabouter? Plop. Neem ik een Jaapse jaren. Die is ook mee. Een dribbel heb ik hier al gezien. Is daarnet een heel lief beertje. Dames en heren, we gaan zo meteen poppenkast doen. Ik praat de hele tijd daar naar voor jullie verborgen camera. Maar daar zitten allemaal kinderen achter de schermpjes te kijken naar de tv of naar de tablet of naar de telefoon misschien wel. Hallo thuis. En hier zitten alle kindjes die komen hier kijken naar de poppenkast. Op de vierde verdieping helemaal boven in boekhandel Scheltema. En ik was net bij de kinderafdeling, bij de kinderboeken. En woensdag begint kinderboekenweek. Dan is het een hele week kinderboekenweek. Wisten jullie dat? Ja, jij wist het? Het gaat allemaal over gigagroen, over natuur en zo. Dus als je daar zo meteen nog heen gaat, dan moet je dus naar de tweede verdieping. Dat is kinderboeken. Heb je allemaal leuke boekjes, dat mag je gewoon meenemen. Met allemaal avonturen die je kan doen. Een hele krant erover wat er allemaal gaat gebeuren. Heb ik allemaal al meegekregen. Ga ik zo meteen na de voorstelling lezen. Maar eerst gaan we een voorstelling doen van de poppenkast. Er was iemand die had nog nooit poppenkast gezien. Maar die weet jij natuurlijk. En jij hebt nog nooit poppenkast gezien, maar hier zit iemand die heeft wel zelf poppenkast gedaan al. Die heeft zelf thuis een poppenkast. Dus je bent eigenlijk mijn collega, maar de eerste keer dat je zelf een voorstelling gaat zien. En verder nog iemand die nog nooit poppenkast heeft gezien? Een paar mensen die het al heel vaak hebben. Jullie nog nooit? Echt niet? Nee? Nou, wat leuk. Ja, jij, man. Nou, 100.000 keer, denk ik. Ja. Ik heb Wouter Plop. Misschien is die wel. Nou, die is ook wel eens geweest, volgens mij. Dus de rest is wel bekend mee. Ik heb bij mijn poppenkastje altijd een held. Dus als je het zo meteen spannend vindt, moet je maar bedenken. Aan het einde komt het allemaal weer goed. Want de held is erbij. De allerbekendste poppenkastpop van heel Nederland. Weet jij hoe die heet nog? Jan Klaassen. Ja hoor, echt. Hij is erbij. De enige echte Jan Klaassen hier in Scheltema. Maar wie heeft nog nooit gehoord van Jan Klaassen? Van jullie? Oh, nou, dan ga je hem nou leren kennen. En dan kom je vast nog veel vaker tegen. Hij is niet alleen maar bij mij in de poppenkast. Maar dan weet je in ieder geval, oké, de held is erbij. Het komt allemaal goed. Maar, dus één dingetje. Hij is wel een hele grappige held. Hij is een grappige held, ja, ja. En hij is bijvoorbeeld, is hij een beetje een slaapkop. Weet je wat dat betekent? Wat is dat als je een slaapkop bent, dan wil je de hele tijd? Oh, kijk, zie je, dan ben ik op tv. We zijn nu live ook op tv. Laat hij even zien. Dan wil je inderdaad de hele tijd slapen. En dan wil ik nou beginnen, het is tijd. En dan ligt de held zelf gewoon te slapen. Lieve jongens en meisjes, kunnen jullie mij heel eventjes meehelpen? Voor we beginnen, dat we dan even met z'n allen Jan Klaassen wakker roepen. Kunnen jullie dat, denk je? Ja, eentje zegt, ja, worden er meer al. Nou, van sommigen weet ik dat ze het heel goed kunnen, maar ik wil toch even oefenen dan. Dan weet ik het zeker. Nu ben ik er nog bij, anders ben ik in de kast verdwenen. Ik tel tot drie, roepen we allemaal tegelijkertijd. Leuk dat jullie er ook zijn. Je mag meteen meeroepen, ook al wel helemaal achterin. Ik tel tot drie, en dan met z'n allen ook thuis, hè. Jan Klaassen. Heel mooi, tegelijkertijd. Maar het is een oefening, het mag misgaan. 1, 2, 3. Jan Klaassen! Nou, een hele mooie tweede stem nog erbij. Prachtig gedaan. Dat is heel moeilijk hoor, tweede stem. Wat vonden we ervan? Ik vond hem eigenlijk fantastisch goed.
Heel goed gedaan. En was het op jullie alle hart, denk je? Wie kan er heel goed hart van jullie? Wie is er goed in hart? Ja? Zullen we nog één keer doen? En dan doe je op je zo hard als je kan. Dus precies zoals net, maar nu zo hard als je maar kan, hè? Ja, wordt spannend nu. Het mag misgaan, hè? Het is een oefening. 1, 2, 3. Jank! Dat was heel hard. Ja, dat schrok je ook. Wat? Is mijn petje helemaal af? Is hij weggeblazen door jullie? Door jullie harde roepen? Waar is hij nou? Verdwenen. Hè? Is hij helemaal op de grond gevallen? Mijn petje ligt helemaal, dat kunnen ze thuis niet zien. Ik zal hem even, hoppa. Oh. Ik schrik me een hoedje van jullie, dames en heren. Hé, hey, je mag er nog lekker bij aanschuiven, zo hier. Of zoek daar een plekje nog, stoeltje. Ik ging net naar binnen. Fijn dat je er bent. Dit ging perfect, jullie hebben heel goed geroepen. Ik ga de poppenkast zien. Je ziet mij niet meer, maar je hoort me nog wel. Tel ik tot 3. Dan roepen jullie precies zoals je het net deed. Jan Klaassen. Ging heel goed, hè? Ging heel goed. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. Ja, oké. Ik ga naar binnen. Ik ga de poppenkast in. Zo. Je ziet mij nu, als het goed is, niet meer. Maar, je hoort me nog wel, hè? Opgelet, we gaan voor het echie. Ik ga tellen. 1, 2, 3. Jan Klaassen. Hey, wat krijgen we nou? Die zitten zo op mijn naam te roepen. Wat zullen we nou beleven? Wat is dat? Huh? Ja, Jan Klaassen, ja. Hey, nana. Ah, nou, kijk nou, er zitten allemaal mensen voor de poppenkast. Hey, en daar zie ik de mensen thuis. Hallo, mensen thuis. En jullie zitten hier allemaal voor de poppenkast. En ik probeer even lekker te slapen daarachter. Dat mag toch wel even, hè? Nee, ik mag toch wel even slapen, hè? Ja? Ja? Maar waarom zitten jullie dan allemaal zo mijn naam te roepen? Als jullie zo hard mijn naam roepen, kan ik niet slapen, hè? Mag ik gaan slapen, hè? Oh, alleen in de nacht? Oh, jij lijkt wel een aapje. Haha. Nou, oké, alleen in de nacht slapen. Oh, wacht eens even. Misschien moet er nou poppenkast, ja? Willen jullie poppenkast? Zal ik beginnen met een leuke poppenkastvoorstelling? Nou, kinderen, dan hebben jullie met z'n allen hier wel geluk, hoor. Want ik ben namelijk de enige, de echte, Jan Klaassen, held van de poppenkast. En als er iemand een leuke voorstelling kan doen, dan ben ik het wel. Gaan we meteen beginnen. Veel plezier allemaal met de poppenkast. Joepie, we gaan beginnen. Pff. Ik zie niks meer. Ik zie rood. Zit ik voor in het doek? Oh ja. Kijk nou eens, mensen. Ik ben vergeten de gordijn open te maken. Ik ga eerst even de gordijn open doen en dan gaan we beginnen. Eén momentje, hoor. Zo. En nou deze. Zo. En dan kennen we nou. Begin. Huh? Zit je nou te lachen? Ik ben er gewoon eentje vergeten. Kan gebeuren. Ik heb er nog één. Dacht ik er maar twee had. Oké, deze nog even. Even iets sneller dan. Zo, hè. Nee, de andere heb ik net gedaan, hè. Dit is de andere. Dus dat is nou ook gebeurd. Nou is het klaar. En nou kunnen we eindelijk beginnen, mensen. Ja. Nou kunnen we beginnen. Daf! Jongens en meisjes. Dit gordijn. Die heb ik toch net gedaan, of niet? Deze had ik toch al gedaan? Ja, toch? Jongens en meisjes, dit is een stout gordijn. Als ik die doe, gaat die. En als ik die doe, gaat die.
Nou, ik ga even al mijn krachten erin gooien. We willen beginnen en dit duurt veel te lang. Wacht even. 1 en 2 en... Ja! Zo. Is het gelukt? Is het gelukt? Nou, bij deze... Ik ga kijken. Duh! Kinderen, hoe kan het nou? Zit er een spook hier in de poppenkast? Het spook van de boekwinkel. Nou, nee hoor, spoken bestaan niet of niet te halen hoor. Weet je wat? Ik denk dat ik even jullie hulp nodig heb. Kunnen jullie even mij helpen? Ja! Thuis ook, hè? Even met z'n allen mij helpen, hè? Dan gaan we even samenwerken. Ik pak dit gordijn wat hier zit. Dat hou ik op zijn plekje. Hier, tegen deze kant. Tel ik tot 3 en dan gaan jullie met z'n allen knaterhard blazen in dit gordijn. Blaas je hem zo open. Ja, is het goed? Zullen we dat proberen? Kan je wel hoor, ik heb vertrouwen in jou. Ik heb vertrouwen in jou en in jou en in jullie thuis. Oké, ik tel tot 3 en dan blazen. 1, 2, 3. Ja, blazen. Harde blazen, mensen allemaal meedoen. Kom op. Ook achterin daar, vanaf die bank blazen. Nog een klein beetje, nog een klein stukje met mijn bijna. Thuis blazen, jongens. Ja, het is gelukt, het is gelukt. De poppenkast is open. En dan ga ik nou beginnen. Ja, Nanne, kan je een beetje stil zijn? En jullie ook even allemaal stil zijn, want zo kan ik niet slapen, hè? Wel trusten. Nou, Jussie, wat is dat nou? Ik weet wel wie dit is, hoor. Dit is Jean-Klaas. Ja. Precies, ik ben Katrijntje, dag lieverd. Ik ben de vrouw van Jean-Klaas, jongens en meisjes. En ik kwam even kijken hoe het ging, maar... Ligt Jan Klaassen nou gewoon te slapen? Dat mag toch niet? Kinderen, dat is toch heel saai? Weet je wat, we roepen hem even wakker. Ik tel tot 3, roepen we met z'n allen zijn naam. Jan Klaassen. 1, 2, 3. Jan Klaassen! Ah! Wat was dat? Daar! Katrijn, Jan Klaassen. Dames en heren, mijn mooie vrouw. Katrijn, mooi is hè? Oh, Jan Klaassen. Kijk toch eens, wat een mooie vrouw heb ik, hè? Oh, Jan Klaassen, ben je toch een heerlijke man? Hé, hey, maar wacht eens even. Ik wou wat vragen aan jou, Jan Klaassen. Oh, wat nou je vragen? Ik wil vragen, hè? Was je nou gewoon gaan slapen, Jan Klaassen? Nee hoor, ik was niet gaan slapen. Kinderen, was je gaan slapen? Oh, Jan Klaassen, dat mag toch niet? Ik zag je jezelf liggen. Jan Klaassen, dat kan niet. Ja, maar waarom niet? Het is de voorstelling. Ja, hij is een slaapkop, hè? Helemaal niet. De voorstelling is nou helemaal zo dat ik hier lekker ga liggen slapen. Dan kunnen jullie kijken hoe ik lig te slapen. Dat is leuk. Jan Klaassen, dit is helemaal niet leuk. En daarbij, jij denkt niet aan ons lieve zoontje Jantje. Wat? Hebben wij een zoontje? Ja, natuurlijk. Jantje. Ons zoontje Jantje. Oh ja. Oh ja, kinderen. Wij hebben een klein zoontje. Een lief klein jongetje. Ja, Jantje. Leuke naam heb je, hè? Ja, maar Jantje. Die gaat zich toch vervelen. Als jij een beetje gaat liggen slapen. Je moet leuk met hem spelen. Ga nou leuk met Jantje spelen. Hé, maar Katrijn. Kan jij dat niet doen? Nee, want ik moet nou even bijkomen, mensen. Even bijkomen van alle emoties. Ik stuur Jantje hier naartoe. Gaat Jan Klaassen leuk spelen met hem? Dat vinden de kinderen ook leuk. Dan kunnen ze Jantje zien. Ik stuur hem hier naartoe, hè? Ja, maar, Katrijn. Oh jee, er valt daar wat. Mensen, is wel leuk voor jullie, denk ik. Oh, kinderen. Mijn kleine zoontje Jantje, hè? Dat is zo'n lief jongetje. Daar word je altijd vrolijk van als je die ziet. Ik denk dat jullie hem wel leuk vinden als hij zo komt. Hij ziet er ook heel leuk uit. Hij heeft zo'n rood mutsje met een belletje. En dan heb je zo'n, zo'n pakkie, een rood pakkie met goud blassoen. Ja, ja. Waar? Wat is er? Is er iets te zien? Wat zeg je?
Wat? Zagen jullie mijn zoontje Jentje al? Niet zo doordraaien, ik zie zelf niks. Ah! Draait er eentje een beetje door hier, mensen. Ik zie niks als ik kijk, dan... Ik weet niet wat jullie het over hebben, hoor. Oh, wacht even. Ja, nee, kijk hier. Dit is een pyjamaatje. Zie je wel waar ik het over had? Zo'n leuk pyjamaatje heb je. Jantje, hij zit hier dus in het gordijn hier ergens. Wat ben je dan? Jantje, waar ben je nou? Stil nou even. Jantje, waar ben je dan? Waar ben je? Wacht nou even, jongens. Oh ja, hier is hij. Jantje, kom nou even. Kom nou even. Zit allemaal te wachten. De tv is er ook bij. Kom nou even. Nee. Wat zeg je? Wat zei die nou? Nee. Zei die nee? Nee. Hey, Jantje, kom nou even. Nee. Wat nou nee? Die zitten allemaal te wachten. Die willen jou even zien. Kom nou even kijken. Nee. Zegt Ellen dat nee? Wat een beetje gek van. Nee. Waarom zeg jij nee? Kijk nou allemaal lieve kinderen. Kijk dan. Nee, is eng. Wat zeg je? Is eng. Eng? Jullie zijn toch niet eng, kinderen? Jullie zijn allemaal niet eng. Ze zijn allemaal niet eng, hoor. Eng? Nee. Hoor je dat? Ze zijn leuk. Eng? Nou, weet je wat, kinderen? Jullie moeten even allemaal heel lief kijken. Even allemaal een glimlachen met je ogen. Glimlachen met je ogen even allemaal. En een glimlach op je wangen. Heel goed, maar niet met je mond, hè? Niet met je mond. Ogen en wangen. Zo, kom even, Jantje, kijk eens. Ze zijn heel lief. Zie je dat? Ze zijn heel lief, zie je? Zijn jullie heel lief? Ze zijn heel lief, Jantje. Hè? Hij is niet meer bang. Jullie mogen weer gewoon kijken. Kijk maar weer allemaal normaal, hoor. Hé, hey, Jantje. Jantje, deze kinderen hier, deze dames en heren, die zitten te wachten dat wij een leuke voorstelling gaan doen voor ze. Nee. Jawel. En dan gaan wij even samen een liedje zingen. Nee. Jawel. En dan gaan we ook een dansje doen erbij. Nee. En dan vol met je nee de hele tijd. Zeg je altijd nee? Ja. Nou, Jantje, we gaan gewoon even... Kijk, ik ben de held van de poppenkast. Van de zang en de dans. En jij bent mijn zoontje. Dus jij kan het ook heel goed. Gaan we even samen zang en dans doen. Nee. Jawel. Jantje, nou niet meer nee zeggen, hè. Zang en dans. Daar gaan we. Nee. Ah! De hele tijd dat nee. Jantje, wat wil jij dan? Ik wil... Ja, wat wil je dan? Ik wil... Zeg het dan. Ja, ik wil pelen. Wat wil je nou? Hij is ook niet te verstaan, hè? Hij heeft een heel raar accent, kinderen. Wat wil je nou? Ik wil pelen. Wat bedoelt hij nou? Wat bedoelt hij nou, kinderen? Hij wil gewoon spelen, ja. Wat wil hij? Hij wil deze eigen spel. Ja. Spelen. Zegt hij spelen? Ja. Bedoelt hij spelen? Ja. Jantje, wil jij spelen? Ja. Nou zegt hij ja. Hé, maar dan gaan we spelen dat we zo zingen en dansen. Nee, we gaan doen. Tikkietje pelen, tikkie. Wat doe jij nou, Jantje? Jij slaat mij. Nee, tikkietje pelen, tikkie. Wat doet hij nou, kinderen? Zit mij te slaan of niet? Dit is niet spelen. Het is tikkietje pelen, tikkie. Wacht even. Noem jij dit... Wat is dit nou voor spelletje wat hij doet? Tikkertje. Jantje, tikkertje spelen... Kijk, we zijn hier binnen, in de poppenkast. Het is geen binnenspelletje. Rustig. We gaan een rustig spelletje doen. Geen tikketjes, veel te wild. Stoot ik mijn eigen kopje tegen de kant. Iets anders. Zang en dans. Ik wil toppetje pelen. Wat zeg je nou weer? Toppetje pelen. Kinderen, hij is niet te verstaan, hè. Zo'n moeilijke accent. Wat zeg je? Nou, dat zei hij niet, denk ik, hoor. Dat zei hij, denk ik, niet. Jantje, zei jij voor stop? Jantje? Wacht even, hoor. Jantje?
Waar is Jantje? Jantje, waar ben je nou? Oh nee, dit is een hele grote boekwinkel, hè kinderen. Is Jantje verdwaald geraakt en kwijtgeraakt? Even kijken, misschien zit hij hier weer achter het gordijn. Ik zie hem niet. Jantje, waar ben je? Oh, nou ben ik weer hier, wacht even. Hè, nou ben ik weer hier. Kinderen, Jantje is weg. Jantje is kwijt. Hij is natuurlijk ergens nu aan het huilen. Dat hij niet weet in dit grote warenhuis, in dit grote boekwinkel. Weet hij niet waar hij is. Oh, politie. Politie. Help me met roepen dan, kinderen. Politie. 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 Ah. Jan Klaassen, kom eens even hier. Ah, politie. Jan Klaassen, zal ik jou eens even meenemen naar het bureau? Nee, wacht even. Zal ik jou eens even in de gevangenis doen? Nee, wacht nou even. Kinderen, moet Jan Klaassen in de gevangenis? Nee. Nee, want het slaat... Eentje zegt ja. Hup, naar de gevangenis. Nee, wacht nou even, maar dit slaat helemaal nergens op. Ik heb jou juist geroepen hier naartoe. Heb jij mij geroepen, Jan Klaassen? Ja. Is hij een koning? Nee, de held van de poppenkast. Maar ik snap de vergissing wel hoor, het lijkt erop. Maar ik ben de held van de poppenkast. Jan Klaassen, waarom heb jij mij geroepen? Ik heb heel belangrijk werk te doen, hè. Ik moet allemaal typewerk verrichten op de computer. En dan roep jij mij zomaar. Ja, maar ik heb iets heel ergs. Luister, agent. Mijn zoontje Jantje, hij is kwijt. Ik kan hem niet vinden in dit hele grote boekwinkel hier. En hij is natuurlijk aan het huilen ergens. En dan zien we hem nou, oh, wat ben ik zielig. Jan Klaas is zielig. Oh, waar is mijn zoontje? Oh, agent. Rustig nou, Jan Klaas, rustig. Oh, rustig. Oh. Jan Klaas, rustig. Auw, mijn neus. Jan Klaassen. Is jouw zoontje echt kwijt? Kinderen, of is zijn zoontje alleen maar even aan het spelen? Aan het spelen. Hè? Huh? Aan het spelen? Nee, hij is toch kwijt, kinderen? Nee. Of heeft hij zich alleen maar verstopt? Verstopt. Jan Klaassen, als jouw zoontje met jou aan het spelen is... Dan speelt hij verstoppertje. Moet jij hem even zoeken. Au, is hij verstoppertje aan het doen? Ja. Moet je mij niet helemaal storen, hè? Volgende keer als je mij roept, dan ga je mee naar de gevangenis, hoor, Jan Klaassen. Mij niet zo lastig vallen. Au. De agent is allemaal boos, kinderen. Moet ik gewoon even Jantje gaan zoeken? Is hij verstoppertje aan het doen met mij? Au, ik dacht van, hij is kwijt en zit ergens te huilen. Nou, gelukkig maar. Het was een beetje te spannende voorstelling eigenlijk al. Ik vond het al een beetje spannend worden. Kikiboe! Ah! Wat was dat? Kinderen, wat was dat? Kikiboe! Ah! Een stoomboot? Kikiboe! Ah! Nee, weet je wat het is, kinderen? Nee, dit is een spook. Ik hoor dadelijk kikiboe. Dit is een spook hier in de poppenkast. Kikiboe! Ah! Is het Jantje? Ja, ja. Kinderen, is het echt Jantje? Ja, ik ben bang. Dat kiekeboe die mij zo bang maakt, is dat Jantje? Ja, ja. Oh, hoef ik helemaal niet te schrikken. Kiekeboe, af! Oh, nou ja. Oh ja, nou oké. Maar dan moeten jullie mij even helpen, kinderen. Als jullie Jantje zien, moet je roepen achter je. Dan draai ik me snel om, heb ik hem te pakken. Want hij mag me niet bang maken. He, dat vind ik stout. Dus wil ik hem even te pakken nemen. Even vasthouden. Dus zodra je hem ziet, maar even waarschuwen, oké? Zodra je hem ziet. Zie je hem? Zie je hem? Ha! Ik was net te laat. Kunnen jullie even allemaal meeroepen dan? Even allemaal meehelpen, hè? Goed roepen zodra je hem ziet. Zie je hem? Zie je hem? Ja! Ja, ik ben te laat. Maar dat komt ook omdat jullie niet allemaal meedoen, hè? Allemaal roepen. Zodra je hem ziet, heel snel, meteen... Zodra je hem ziet... Ja! Nou schrok ik een klein beetje. Ik schrok eventjes, want ik was er niet op voorbereid. Ja! Oh, ik ben steeds te laat, kinderen. Oké, nog één keer. Maar nou, razendsnel en dan meteen zoom. Zodra jullie roepen, dan ga ik woem. In één keer omkijken, hè. Razendsnel. Ja! Wow.
Weer mis, kinderen. Ja, zo blijf ik aan de gang. Met, waar dan? Waar? 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 Jantje. Wat ben jij aan het doen, Jantje? Toppertje pelen, toppertje pelen, toppertje pelen. Dat is geen verstoppertje. Toppertje pelen. Nee. Wat jij doet, dat heet heel anders. Dat is namelijk... Kiekeboe. Ga nou even op, Jantje. Maar dat klopt wel. Jij doet kiekeboe. Ja, dat is helemaal geen verstoppertje. Weet je wat, kinderen? Ik zal wel heel even aan Jantje leren hoe verstoppertje gaat. Jullie weten het wel, toch? Hoe verstoppertje gaat. Ja. Hoor je het? Ze hebben gelijk. Jij moet je verstoppen. Ik ga tellen. Dat ben ik dan. Ik ben de teller. En dan ga ik jou zoeken. Dus ik tel tot 3. Dan roep ik wie niet weg is gezien. Ik kom en dan ga ik jou zoeken. Snap je dat, Jantje? Ja. Nou, goed. Nou zegt hij ja. Oké. Okay. Is goed verstoppen, hè? Nee, even geen kiekeboe meer, jongens. Opgelet. Je mag meetellen als je tot 3 kan tellen. Maar is heel moeilijk, hè? Ik ben een professional. 1, 2, 3. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Jantje. Wat zeg ik nou net? Jij moet je verstoppen. Als ik tel, dan ben jij aan het verstoppen. Hij snapt het niet. Kijk, Jantje hier. Gordijn, zo ben je verstopt. En dan kom ik jou zoeken, snap je? Als ik ga tellen, dan ga jij je verstoppen achter de gordijn. Begrijp je? Ja. Oké, goed. 1, 2, 3. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ah! Jantje, verstoppen als ik tel. Hij snapt er niks van, hè? Jantje. Ja, weet je wat? Ik verstop je wel even. Zo. Hier achter de gordijn blijven. Jij blijft daar zitten. Nee, blijf zitten. Ja. Let jij op dat hij niet meer terugkomt. Want hij moet daarna verstopt blijven. Nou, Jantje, wat nou daar? Niet meer komen pas als ik je gevonden heb, ja? Pas als ik je gevonden heb, Jantje. Zo, alle poppenkast gaat op en neer. Oké, dan gaan we nog 1 keer. 1, 2, 3, wie niet weg is gezien, ik kom. Het is gelukt, hè? Hij is verstopt, kinderen. Hey, kinderen, hij is verstopt. En hij denkt hij dat wij leuk spelen. Maar dan kan ik eindelijk heerlijk lekker gaan slapen. Want hij denkt toch dat wij spelen. Hij hebt het niet door. Maar hij komt pas weer als ik hem gevonden heb. Dus dan ga ik hier lekker liggen. Kunnen jullie kijken hoe ik lig te slapen? Welterusten allemaal. En... Ah! Dan ga jij kiekeboe roepen. Kan ik eindelijk slapen? Gaat het kind uit de zaal kiekeboe roepen. Kinderen, laat me nou even slapen, hè. Welterusten. En geniet maar van hoe lekker ik lig hier. Da! Zijn die kinderen allemaal doorgedraaid, snap je, aan het einde van de voorstelling? Nou, dan ga ik wel even erachter liggen. Da! Agent! Jan Klaassen, kijk eens wat ik gevonden heb. Kiekeboe. Nou. Hey, maar wat doe jij nou met Jantje? Jantje was helemaal kwijt. Die was helemaal ver weggelopen door de poppenkast en helemaal bij het politiebureau. Zit jij niet op te letten, Jan Klaassen? Nee, maar we deden een verstoppertje toch, kinderen? Ja! Dat is een verstoppertje aan het spelen, ja, met Jan Klaassen. Dat mag wel, maar je moet wel op je kindje letten, hè? Niet zomaar een beetje gaan liggen slapen of zo. Ik sliep helemaal niet. Jan Klaassen, pas op, hè? Anders ga je mee naar het bureau. Het is dat je je kindje erbij hebt. Anders moet je zo in de gevangenis. Opgelet op je kindje, Jan Klaassen. Dat is een hele grote boekwinkel hier in Scheltema. Kinderen, Jantje... Ben je weer weggelopen? Eerst denk ik dat hij weglopen, is hij niet weggelopen? Nou, weet je wat? Oké. Okay. Weet je hoe we het gaan doen, Jantje? Zeg jij maar wat je wil spelen. Dan hoef je niet te zingen en te dansen. Dan luister ik nou wel even helemaal naar jou. Wat wil je doen, Jantje? Nu eerst wil ik lapen. Lapen? Slapen. Hij is aan het slapen, kinderen. Hij ligt gewoon te slapen. Hey, kinderen, maar dat wou ik juist doen. En dan ligt Jantje... Ah, ligt wel heel schattig te slapen eigenlijk zo, hè. Eigenlijk is hij best wel lief als hij slaapt. Maar... Hè? Zal ik ook gewoon lekker gaan slapen? Zal ik ernaast gaan liggen? Daar! Oh, Jan Klaas. Hey, Katrijn, ben je er weer? Oh, kijk nou. Onze kleine zoontje Jantje ligt heerlijk te slapen. Die is helemaal, kijk, we pakken hem voorzichtig. Pak jij hem bij zijn hoofdje. Dan leggen we hem achter het gordijntje. Dan kan hij lekker doorslapen. Ja, dan hebben wij ook even rust, hè, Katrijn. Eindelijk rust.
Oh, daar ligt hij lekker te slapen achter het gordijn. Jan Klaassen? Ja, Katrijn, dat heb jij heel goed gedaan. Want jij hebt net zo lang met Jantje gespeeld, dat hij zo moe is geworden, dat hij lekker is gaan slapen. Jan Klaas, wat ben je toch een heerlijke man? Mag ik dan nou ook gaan slapen? Nou, krijg jij van mij kussen. Een kussen om op te slapen? Nee, we gaan lekker zoenen. Nee, dat hoeft niet, Katrijn. Jawel. Nee, dat hoeft nou niet, Katrijn. Jawel. Dat is je beloning dat je het zo goed hebt gedaan. Nee, ik hoef geen beloning, Katrijn. Jawel, Jan Klaas, we zijn getrouwd, weet je nog? Oh ja, dat is waar. Kinderen, dames en heren, sorry, dit moet heel even. Wij zijn getrouwd. Daarna is de voorstelling ook wel meteen afgelopen. Maar kinderen, even je ogen dicht allemaal. Even dicht doen. Dan kom ik drie keer, hè. Drie. Oh, ja, Klaas. Malle kerel van me. Nou, gewoon gezellig de gordijntjes erbij dicht doen, hè. Het is nog gezelliger als je getrouwd bent, de gordijnen erbij dicht. Nou, ik vond het maar net, Katrijn. Ik vond het maar net. Wacht even met die gordijnen. Jongens en meisjes, ook thuis, jullie hebben geweldig meegeholpen. Dankzij hun is alles goed gekomen, want ik dacht even dat Jantje weg was en zo. Hebben jullie heel goed geholpen. Oh, wat een enig spontaan publiek. Hebben jullie geholpen met roepen en zo? Ja. Nou, dan mogen jullie nog één ding doen voor deze voorstelling. En dat heet applaus. Weet je hoe dat gaat? Moet je je klappen in je handen. Dan gaan wij buigen. En dank u. En dank u. Dank u. Nou, de gordijnen dicht, Jan Klaas. Kom. Oh, wacht. Ik moet nog even naar de mensen toe. Blijf nog even zitten allemaal. Kom ik nog even naar buiten. Mee met de poppenkastspeler. Kijk eens, jongens en meisjes. Jan Klaas is even uit de poppenkast gekomen. Want jullie hebben allemaal zo goed meegedaan. Dan komt Jan Klaassen jullie persoonlijk nog even bedanken voor je goede hulp. Als je dat durft. Begin ik bij iedereen thuis. Gaan we even een handje. Zijn we nog steeds op de tv? Ga ik even een handje geven. Daarna mogen jullie allemaal komen. Die eerste kinderen thuis een handje geven. Kom maar naar het schermpje. Mag je handje geven zo. Elke eerste zaterdag van de maand hier in Scheltema Boekwinkel. Dan kan je ook hier komen. En nu mogen jullie allemaal een handje komen geven als je durft aan Jan Klaassen. Tot de volgende keer allemaal. Dag. De knuffel mag ook komen. Als het een lieve knuffel is. Niet spannend worden natuurlijk, hè.